Mees, AZ uit op het programma. Welk gevoel komt daar voor jou bij kijken? Ja, altijd wel gewoon een leuk gevoel omdat ik daar natuurlijk uit de jeugd kom. Dus altijd leuk om daar te komen. Je kent natuurlijk van de spelers ken je er niet zoveel meer. Dat is alweer een tijdje terug. Maar van de staf en van de mensen eromheen is dat wel leuk om die weer te zien. Ja. Voorbereiding zit erop. De eerste competitiewedstrijd is al afgewerkt tegen FC Twente. Hoe voel je? Hoe gaat het? Goed. Ja, ik voel me goed. Ik heb er zin in morgen ook. Trainen hard, trainen goed. En ik denk de eerste wedstrijd was het niveau wel oké. In de afwerking en in de details helaas die wedstrijd verloren. Maar ik denk dat we wel gewoon met vertrouwen weer richting morgen kunnen gaan. En dat we gewoon weer vanuit ons eigen spel uit kunnen gaan. Dat we gewoon precies het spel proberen te spelen en dan in de details iets scherper te zijn. En dan hoop ik dat we daar gewoon 3 punten kunnen pakken. Ja, we hebben een goed gevoel over deze week. Uiteraard uit de wedstrijd een aantal dingen gehaald waar we mee aan de slag kunnen. Thomas erbij gekregen, Koki teruggekomen. Dus dat zijn positieve berichten richting morgen. Wat zijn die dingen die je uit de wedstrijd tegen FC Twente hebt gehaald? Een heel aantal dingen die we goed hebben gedaan. De manier waarop we gevoetbald hebben. Zeker de eerste helft kansen bij elkaar gespeeld hebben. En een aantal dingen die je uiteraard ook beter moeten, die je met elkaar bespreekt. En dat probeer je in deze week met elkaar te doen op het trainingsveld. En dat moet morgen tot uiting komen. Het gevoel dat ondanks de nederlaag overheerste was best positief, neem ik aan. Ja, natuurlijk ben je teleurgesteld omdat je verliest. Hè. Laat dat voorop staan. Alleen je probeert ook te kijken van oké, wat hebben we nou afgesproken en wat hebben we daarin laten zien. Daar kunnen we een aantal goede dingen uit halen. En dat een aantal dingen beter moeten, ja, dat is logisch. Dat is ook een proces van het seizoen. Met spelers die we erbij krijgen gaan we daar ook mee aan de slag. En dat hebben we wel een goed gevoel over. Ja. Wat zijn die details die nou het verschil maakten tegen Twente volgens jullie? Ja, weet je, ik bedoel, wat ook gezegd wel bekend is, het voetbal is natuurlijk, het wordt beslist op fout. Als een goal wordt er tegen is, dan is het meestal gewoon een foutje van ons en dat zie je ook gewoon. En daar moet er gewoon scherp mee zijn met de corner, moet je gewoon een man volgen, dat soort details zeg maar. Daar moet je gewoon scherp mee zijn en dan voorkom je ook goals en dan kan je natuurlijk wedstrijden winnen. Dus daar moeten we scherp mee zijn voor morgen. Vorig jaar was je er ook bij. Kan jij uitleggen wat het verschil is tussen toen en nu? Ik denk dat we iets meer op elkaar ingespeeld zijn. Ik denk dat we vorig seizoen best wat wisseling waren, onder ik natuurlijk. Misschien wat meer zoeken. Ik denk dat we nu wel redelijk de basis wel, het midden zeg maar, ja, wat jij zegt, wel redelijk intact is gebleven. Waardoor je daar vanuit daar wel meer kan bouwen zeg maar. Ik denk dat dat misschien het verschil is. En dat we gewoon met de oefenwedstrijden hebben we gewoon hoge intensiteit gehaald. Dat we gewoon iets scherp of iets meer vanuit daar wat meer kunnen opbouwen. Dus ik denk daar misschien wat verschil in is. Dat is op zich ook niet raar natuurlijk als je meer nieuwe spelers hebt. Als je wat zoekende bent dat het misschien wat lastig is om te beginnen. Maar ik denk dat dat wel een verschilletje is. Ja. Voelt het dan ook echt dat jullie een stuk verder zijn dan toen een jaar geleden? Ja, op zich wel denk ik. Ja, ik denk het eigenlijk wel wat ik net zeg. Ik denk ons blok zeg maar, is wel redelijk intact gebleven. Dus dat voel je wel. En in die zin denk ik dat we in die zin wel verder zijn. Dus dat is wel mooi. Koki er dus bij, Thomas erbij, Filip nog niet? Nee, die gaat zeker de goede kant op. Die heeft eigenlijk alles meegedaan, uitzonderlijk van kleine partijen. Dus dat is de laatste stap, maar dat gaat wel de goede kant op. AZ uit roept misschien nog herinneringen op. Heeft dat deze week de aandacht gehad of helemaal niet? Nee, niet in de groep. Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel even stilstaat en terugdenkt aan de momenten die we daar vorig jaar beleefd hebben. Als elftal en ook als individu. En daar hebben we niks verder mee gedaan. Uiteindelijk gaat het morgen om die wedstrijd proberen te winnen. En daar hebben we de nadruk op gelegd. En wat je zegt, er wordt nog een beetje verder gebouwd. Er kwam deze week een oude bekende van jou, of niet? Ja, klopt. Ik ken hem inderdaad van AZ Jeugd ook. Dus dat is mooi. Goede gozer, goede voetballer. Dus kunnen we er zeker bij hebben. Met hem samengespeeld ook? Ik heb op een gegeven moment wel bij het eerste ook even gezeten. Maar dan speelde ik niet heel veel. Hij speelde wel. Dus samengespeeld. Wel zoveel samen getraind. Hij was in de jeugd ook. Zat hij 2 lichtingen hoger. Dus we hebben elkaar niet echt veel tegengekomen. Maar ik kende hem wel gewoon goed. En zeker een goede toevoeging. Wat is het nog een beetje de speler die je toen was? Of is hij erg veranderd? Nee, precies. Het is gewoon hetzelfde spelen. Ja, zeker. Gewoon goed aan de bal. Gewoon goed in het positiespel. Verlies niet snel de bal, dus dat kan je wel gebruiken. AZ speelde vorige week een bijzondere wedstrijd eigenlijk, waar de hele week nog een beetje over gegaan is. Heb je dat nog met je spelers besproken?
Nou ja, we hebben beelden uit het eerste kwartier laten zien, omdat het toen 11 tegen 11 was. Daarna zijn er 3 rode kaarten gevallen. En natuurlijk hebben we ook gekeken naar de voorbereiding van AZ. De rode kaart op zich hebben we niet besproken. We hebben ons meer gefocust op de manier van spelen. En AZ uit en thuis zit ook over het algemeen wel een verschil in. Nou, dat zijn dingen die we meenemen richting de wedstrijd. En vooral richten op onszelf, de dingen die we zelf beter willen doen. Heb je deze week een ervaren speler, Serie A, Bundesliga, Eredivisie, Thomas Aujan erbij gekregen. Wat voor een indruk maakt hij en kan hij morgen spelen? Goede indruk. Wat je opnoemt klopt. Dus je neemt aardig wat bagage mee richting deze club. Dat zie je ook als hij voetbalt. Is rustig, weet wat er gevraagd wordt. Nou, hij heeft wel even nodig, denk ik, ook om nog iets fitter te worden. Omdat hij natuurlijk niet bij een elftal trainde de afgelopen weken. En ja, hij zit morgen bij de selectie.